Dit is jouw eigen zaal in stedelijk Amsterdam. Ja, zeker. Want je denkt stedelijk Amsterdam, dat is een mooi eindpunt voor een kunstenaar, maar jij bent 33. Ik had dat niet verwacht of zo. Dat is wel een hele mooie droom. Dat is isolatiemateriaal, het zijn vrij... Niet aanraken, maar jij mag dat natuurlijk wel. Ja, ik mag het wel. Ik vind ook dat hij een beetje... Oh, je stond niet helemaal goed. Nee, het moet iets opener, zodat je die man... Oh, nu zie ik veel meer. Het is een reflectie van een man die danst in een muur van een bank. Een granieten muur in New York. Ik doe heel veel van die soort publieke interventies eigenlijk. Zoals daar. Wat vroeg je aan deze mannen? Aan de voorkant van hele grote bedrijven. In New York is dit? In New York, in Midtown. En daar heb ik mensen gevraagd om zoveel mogelijk push-ups te doen voor mij. Aan de ene kant een soort van status, macht, een soort kracht die je daarmee benadrukt. En aan de andere kant, als je die mensen vraagt zoiets te doen, heeft het ook iets heel denigrerends. Gaan ze eigenlijk voor jou op de straat. En ben je dan ook iemand die elke keer die beelden op straat opzoekt? Niet per se. Ik vind het wel interessant publieke domein en werken met onbekende mensen. Mogen we hier inlopen? Ja, tuurlijk. Ja. Volgens mij zijn het schuursponsjes, toch? Nee, het zijn eigenlijk hele specifieke sponsen. Die heten Blink Power Sponge. Nou, in dit geval ben ik gewoon naar de Action gegaan. Echt een heleboel keer, omdat het niet lukte om het, om het te bestellen. Wat is het dan dat je daarmee aan de slag gaat? En een spons aan zich vind ik echt, omdat het iets uitwist, dat vind ik mooi. Maar ja, dat doet mij denken ook aan krijtbord van vroeger. Waarin je de informatie uitveegde aan het einde van de les. Er zit paradoxaalheid in. En dat is waar je dan, waar ik dan naar, ja, daar zoek je naar. Dus jij maakt foto's, video's, installaties, maar ook kunstenaarsboeken. Ja, het is heel erg losbladig, deze. Het is niet gebonden en er zit een poster in en een kaart en allerlei losse leaflets. En in het kort de gedachte hierachter? Ik heb stress gegoogeld. Het woord stress? Ja, good stress, bad stress, opgeblazen tot maximum en screenshots gemaakt. Dus dit is een detail? Van dat blaadje, ja. Want je hebt op je t-shirt, I've taken too many photos. Ja. En hij, I've never taken a photo. En hij heeft uitgezocht, 75 foto's. Dus je liet hem, een jongen die nog nooit een foto in zijn leven had gemaakt. Liet jij foto's uitkiezen? Ja, ja. Maar dat too many foto's, dat geeft al een waardeoordeel. Hè? Ja. Jij vindt al dat jij te veel. Ik vind dat het te veel en dat er misschien überhaupt te veel foto's zijn. Dat het echt een soort oceaan van beelden is waarin we langzaam aan verdrinken. Of ja, weet je, dat is ook iets persoonlijks, maar het is ook iets wat ik observeer, wat ik vind aan deze tijd. En dan nu die vraag, waarom maak je dit allemaal? Ik maak dat omdat het niet anders kan, denk ik. Dat is een hele moeilijke vraag, omdat het gewoon... Ik kan me ook niet voorstellen om überhaupt iets anders te doen. Maar steeds doe je weer hele andere dingen. Ik vind het niet interessant om iets wat ik heb gedaan te herhalen. Dus je daagt jezelf voortdurend uit? Ja. Om nieuwe materialen of nieuwe... Ja, nieuwe manier van werken. Vooral ook dat hele medium fotografie, dat heb ik wel heel erg goed onderzocht. En inderdaad de grenzen ervan opgerekt door middel van al die verschillende werken waarin fotografie wel het hoofdingrediënt is. Ja, je bent heel veel onderweg. Heb je dan toch altijd die open blik van je hebt je werk bij je? Ja, ik ben veel onderweg, maar je bent natuurlijk ook onderweg voor je werk als je tentoonstellingen hebt of als ik een workshop geef ergens. En aan de andere kant, als ik moet nadenken of iets schrijven, dat kan. Ik kan gewoon op mijn iPhone notities maken of beelden. Ja, dus dit is je assistent? Ja. En je rugzak altijd bij je? Ja, zeker weten. On the road.